De rijksdelen in de West behoorden tot de eerste gebieden waar onmiddellijk inzamelingen werden gehouden ten bate van de slachtoffers van de overstromingsramp in ons land. Op Curaçao collecteerden onder andere meisjes in Nederlandse klederdrachten. Binnen enkele dagen was hier een bedrag van ruim 1,5 miljoen gulden bijeen. In de Scandinavische landen vond de actie tot steunverlening direct weerklank in alle lagen der bevolking. Nauwelijks was er tot het Deense volk een oproep gericht of duizenden en nog eens duizenden brachten hun giften naar de inzamelingsdepots. Vandaar werden de goederen veelal per vliegtuig doorgestuurd naar ons land. Toonde zich eveneens van zijn beste zijde. In Frankfurt werden enkele Nederlandse instellingen overstelpt met giften in geld en goederen. De berichten over de ramp die het zuidwesten van ons land had getroffen, deed verschillende Duitsers diep in de beurs tasten. In Parijs waren rijdende inzamelingsstations in gebruik genomen. Autobussen met opschriften die de Parijzenaars aanspoorden te geven. Maar die aansporingen waren totaal overbodig, want in geheel Frankrijk was het daadwerkelijk medeleven bijzonder groot. De Nederlandse studenten in de Franse hoofdstad maakten zich verdienstelijk onder andere met het sorteren van de binnenstromende artikelen. Uit Spanje, Portugal, Zwitserland, Canada, Finland, Engeland, uit vrijwel alle landen werden goederen naar ons land verstuurd. Zo ook uit Italië. De president van de Republiek stelde er zijn eigen vliegtuig voor ter beschikking. Het is een hartverwarmende gedachte dat Nederland in het uur van grote nood niet alleen hoeft te staan, maar kan rekenen op de sympathie en de actieve steun van haar buitenlandse vrienden. Vrienden deze dagen goede buren hebben getoond.